heb iets meer achtergrond gegeven bij 8 digitale trends. En dat hebben we gedaan onder ongeveer 8000 consumenten. En daarmee hebben we 8 trends blootgelegd die de komende jaren heel belangrijk zullen gaan worden. De leukste trend die erbij zit, vind ik de Age of Serendipity. En die trend gaat er eigenlijk over dat het veel meer gaat over toeval. Dus dat in plaats van dat je technologie aan het besturen bent, komt technologie veel meer naar je toe. Dus het gaat er veel meer om dat zelfbeschikkingsrecht over je eigen data, dat we ons allemaal bewust worden van het feit dat dat van ons is en niet van iemand anders. Wat we doen is het onderzoeken van het bestedsgedrag van communicatie- en marketingprofessionals in hele complexe, dynamische omgevingen. Dus ons onderzoek bestaat vooral uit in de praktijk het uittesten van prototypes die we gaan bouwen. En daar leren we van aan de ene kant richting praktijk, dan weten we hoe we dat beter kunnen toepassen. En aan de andere kant leren we meer over de theorie over het bestedsgedrag van professionals in dynamische, complexe omgevingen. Tijdens het congres hebben we heel veel gehoord over data en de klant. En wij vinden dat de marketing- en communicatieprofessional ook centraal mag staan en moet staan in het hele proces. Waanzinnig. Fantastisch, trots, een kroon op het werk van de afgelopen 3 jaar. Ja, ik haal inspiratie uit zo'n dag als vandaag. Je hoort waar mensen mee bezig zijn en dan denk je, hey, hoe kan ik dat toepassen? Maar je hoort ook bevestiging. Ik vond het erg dynamisch, een hele leerzame sessie. Wat ik meeneem uit de case van Nutritia is dat het heel goed is om voldoende data te hebben om eigenlijk al van tevoren, dus voordat je kan gaan verkopen, te gaan vermarkten. Cool, hè?